zullen gewoon heel goochem naar die opstelling moeten kijken. En dat zal dan misschien niet direct de allerbeste spelers direct bij elkaar worden gebracht. Maar we moeten naar het beste team kijken. Dat is natuurlijk altijd het geval. Maar ik denk zeker woensdag zal dat nog meer gelden. En zeker ook een fit team. De trainingsweek in Engeland zit er bijna op. En de seizoenstart is nog minder dan een week weg. In aanloop naar dat duel ziet Erik ten Hag dat zijn ploeg weer stappen heeft gemaakt. Ja, de groep die wordt zo langzamerhand compleet. En Daley Blind natuurlijk aangesloten. Het wacht is nu op Dusan Tadic. En die komt overmorgen naar Nederland toe. En die zal zondag aansluiten. En ja, dan is het werk, het voorbereidende werk, zit er dan op. De voorbereiding. Complex. Instroom van verschillende spelers op verschillende momenten. Zoals het altijd gaat in de transferwindow. Dat spelers opeens aansluiten in de selectie. Nou, dat hebben we nu ook weer meegemaakt. En dan zit het erop, maar dan gaan we naar Sturm Graz werken. En dan moeten we staan. Maar zoals ik net al zei, het is heel complex. Spelers die terugkeren van blessures. De aankopen die op het laatste moment instromen. Zelfs één aankoop die in de trainingskamp helemaal niet bij is. Maar ik denk dat we desalniettemin goede stappen hebben gezet. En sowieso in de teambuilding, in de fitheid. Want dat gaat ook een belangrijk item worden richting Sturm Graz. En het team moet naar elkaar groeien. De staf, de medische staf, de performance staf. Alles moet in elkaar vallen. Dat er een geoliede machine ontstaat. En daar zijn we mee bezig geweest. En ja, dat gaat steeds beter. De automatismen, zowel op het veld als ook naast het veld, zijn steeds zichtbaarder. En zijn steeds duidelijker. En zijn dus ontstaan. Jullie sluiten dit trainingskamp af met twee oefenwedstrijden. Wat wil je daar nog in zien? Dat zijn de laatste generale repetities. Voor Sturm Graz. Nou, sowieso al, we moeten dan fit zijn. En dus dat is een belangrijke doelstelling, dat we inderdaad blessurevrij blijven. Maar ook richting wedstrijd fit worden. En daar is zeker ook deze wedstrijd voor bedoeld. Die we morgen gaan spelen, in twee blokken dus, in twee wedstrijden. Om zoveel mogelijk spelers richting 90 minuten te brengen. En verder wil je natuurlijk ook zien dat we het omzetten waar we mee bezig zijn geweest in onze speelwijze. Dat lijkt me ook duidelijk. Met de komst van Blind versterkte Ajax zich nog verder. Er wordt dit seizoen eigenlijk niets minder dan de titel verwacht. Maar Ajax is altijd favoriet voor de titel. En de window duurt nog heel erg lang. En wat er bij andere clubs gebeurt, daar heb ik helemaal geen zicht op. Hou ik me ook helemaal niet meer bezig. Ik ben bezig met Ajax. En wij moeten zo sterk mogelijk een selectie hebben. Die hebben we gerealiseerd. Dat is denk ik compliment naar heel veel afdelingen binnen Ajax. Dat we dat voor elkaar hebben gebokst. Ja, en nu moeten we als staf en als team samen moeten we gaan bouwen aan een sterk elftal. Hè, dat resultaat haalt en dat ook dominant en attractief voetbal gaat spelen. Wat is daar de belangrijkste stap in die jij nog moet maken? Want de kwaliteit is er. Wat is het belangrijkste wat daarvoor nodig is om een kampioenselftal te maken? Ja, we gaan nu beginnen. Kan je zo stellen, hè? Daley Blind heeft nu twee trainingen meegedaan. Dusan Tadic moet nog instromen. Nou, dat moeten ook twee sterkhouders worden. Maar we hebben ook andere sterkhouders in onze selectie. Maar dat moet allemaal nog gaan samenvallen. En ja, dat betekent kneden en bouwen. En vooral dus hard werken. Goed werken en hard werken. Goede voetballers kunnen altijd samenspelen. Als ze de bereidheid hebben om voor elkaar te werken. Elkaar te steunen. Te supporten. En ja, dan moeten we zien hoe dat allemaal wij dat bijeen kunnen gaan brengen. En hoe dat tot een eenheid gaat functioneren. En ja, dan moeten spelen. Moet daar mee bezig zijn en moet daar bereidheid voor hebben. En als staf moet je daar dingen in aangeven. Moet je richtlijnen, afspraken moet je en taken toebedelen. Heb jij nou niet dat je straks misschien wel een luxe probleem hebt? Of een luxe positie juist? Als je al die goede spelers bij elkaar hebt? Nou, het is ook wel heel bewust. Want het is, ik zou bijna zeggen, idioot hoe de kalender in elkaar zit. Het WK is nog niet afgelopen en wij beginnen alweer. En dat betekent voor heel veel spelers een ultra korte vakantie. Het ene seizoen is nog niet afgelopen, hij loopt zo het volgende seizoen in. Ja, en dat vraagt wat van de spelers, fysiek, maar ook mentaal. En wij zullen gewoon een breed kader nodig hebben om tot aan december is het een ongelooflijk druk programma. En dan zullen we alle spelers keihard nodig hebben. Hoe zijn team er nu voor staat in aanloop naar Sturm Graz? Dat is nog moeilijk te zeggen. Nou, we hebben gewoon nog wel een aantal vraagtekens.
Dat is wel duidelijk. Hè? Donny van der Beek, Frenkie de Jong, die deze week pas echt weer in de groep nadrukkelijk aanwezig waren en alles mee konden doen. Hoe ver zijn die wedstrijd fit en kunnen ze 90 minuten spelen? Kasper Dolberg niet te vergeten, die heel lang geen hele wedstrijd heeft gespeeld. Afgelopen vrijdag voor het eerst weer 65 minuten heeft gespeeld. Maar ja, daar ook gelijk wel de nawegen van ondervonden heeft. En in de training hebben we daar toch ook weer rekening mee moeten houden. Spelers die laat instromen, de transfers. Ja, dus het moet wel allemaal heel snel in elkaar gaan vallen richting aanstaande woensdag. Maar we zullen gewoon heel goochem naar die opstelling moeten kijken. En dat zal dan misschien niet direct de allerbeste spelers direct bij elkaar worden gebracht. Maar we moeten naar het beste team kijken. Dat is natuurlijk altijd het geval. Maar ik denk zeker woensdag zal dat nog meer gelden. En zeker ook een fit team dat gaat spelen. Want ik weet zeker dat de tegenstander alles van ons zal afroepen. Vind je dan op het moment dat die eerste wedstrijd tegen Sturm Graz is, dus de fitheid eigenlijk belangrijker dan de kwaliteit? Kan ik dat zo zeggen? Fitheid is ook kwaliteit. We kunnen natuurlijk niet beginnen met 4-5 spelers waar vraagtekens achter staan die richting 90 minuten komen. Dus de fitheid, dat zal toch ook een hele belangrijke factor zijn. Na het teleurstellende einde van vorig seizoen is het woensdag dus een frisse start. Er hangt positivisme rond de club en ook in het team is dat te merken. Ja, het is natuurlijk een prachtige entourage hier, hè? De homo voetbal, om hier te kunnen werken. En ja, er zit een goede spirit in de ploeg. En ze trekken er ongelooflijk allemaal aan. En het team valt steeds bij elkaar. En ook het team, achter het team, er zit een goede spirit en een goede samenwerking in. En ja, ik heb er alle vertrouwen in. Maar het kost wel even tijd om alles te laten renderen. En ja, als we vanaf zondag hopelijk iedereen aan boord hebben, ja, dan moet dat heel snel gaan verlopen. Maar je kunt eisen niet met handen breken. Je moet ook dingen zijn beloop laten en natuurlijk goed werken, maar we zullen ook enige tijd nodig hebben en ondertussen zullen we ook resultaat moeten halen, want we willen succesvol worden en ja, dan is dat gelijk Europees beginnen en dat is gelijk belangrijk.